Hogeschool van de Toekomst is geen gebouw alleen, maar een levende cultuur van competentie- en talentontwikkeling in een holistische en authentieke context. Een leergemeenschap van verdiepende studie en om fenomenen in het echt te doorgronden. Hogescholen zijn niet enkel future-proof en dus bestemd voor de toekomst, maar moeten ook future-building zijn en mede toekomst vormen. De Hogeschool van de Toekomst verbluft, verwondert, verbindt, biedt kansen, is nabij en is vooral erg menselijk. De Human Hogeschool zal haar troef uitspelen van nabijheid. Dat betekent maximaal inzet op menselijk contact en verbinding, om te leren van en met elkaar. De Human Hogeschool ontkent niet het belang van technologie en digitalisering en stimuleert ook digitaal ondersteunde vormen van leren. Maar niet zonder de handdruk als symbool van menselijke verwelkoming en empathie. Verder is er de sociaal geëngageerde hogeschool. Een hogeschool die studenten en medewerkers engagement laat opnemen in de lokale gemeenschap. Zoals bijvoorbeeld lesvolgen op een site voor circulaire economie en dan ook effectief meewerken bij ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in hun vaandel dragen. Of studenten die zich engageren in een VZW zoals JapAdventure, waar zinvolle vrije tijdsbesteding voor maatschappelijk kwetsbare jongeren of jongeren die uitstaan in de samenleving in een overweldigende outdoor setting mogelijk wordt. Studenten die zich daar dus engageren en monitorschap opnemen. En dan is er nog de Leersprankelende Hogeschool. De Leersprankelende Hogeschool wil zeggen kansen bieden, ontluikend talent ondersteunen, vormen van collaboratief leren mogelijk maken. Curricula zullen uiteraard structuur blijven bieden voor resultaatgericht leren, maar de hogeschool faciliteert ook maximaal andere vormen van leren, via learning events, hackathons en leervormen die buiten de traditionele vakken vormgegeven worden en waarvoor studenten zelf engagement opnemen en zelf de leerkansen bieden. De bakrijklas zal niet helemaal verdwijnen, maar wel meer en meer plaats maken voor andere ruimtelijke vertalingen van leren. De hogeschoolcampus is niet langer een geïsoleerd gebouw, maar wordt door bijvoorbeeld vormen van nomadisch leren zichtbaar in de grote grootstad. De hogeschool is niet langer exclusief campusgebaseerd en wordt nomadic. Het campusgebouw blijft een warme uitvalsbasis, maar is tegelijk een vertrekpunt om uitgezonden te worden. De grootstad is immers het leerlaboratorium bij uitstek om vanuit verwondering en nieuwsgierigheid te leren. Ruimtelijk innovatieve hogeschool. Vervolgens is er de technologie omarmende hogeschool. Technologische mogelijkheden van artificiële intelligentie en virtuele realiteit en immersive learning vinden vlot hun weg binnen het learning design en uitvoering van leermomenten en beoordeling. Een verbluffende leerervaring, adaptief en meer gepersonaliseerd leren, ondersteuning in het leerproces, een oordeelkundige inzet van technologie kan hierdoor leren versterken. Maar de didactisch geschoolde leerexpert, docent genaamd, blijft aan het roer. En dan komen we bij de sociale hogeschool. Leren gebeurt in interactie tussen docenten, studenten, peerstudenten en in dialoog met belangwekkende maatschappelijke actoren. Intern vraagt de hogeschool zichzelf voortdurend kritisch. Ze reproduceert zichzelf niet automatisch en is daardoor robuust in plaats van fragiel. Ze werkt onderzoekend en slaagt er steeds beter in haar kernopdracht van het meest fantastische leren voor iedereen te realiseren. De antifragiele hogeschool die zichzelf niet voortdurend reproduceert. Extern bouwt ze een ecosysteem uit met partners die waarde leveren in het creëren van krachtige leeromgevingen. Bedrijven, zorginstellingen, cultuurinstellingen, lokale besturen en onderzoeksinstellingen. De duurzame hogeschool engageert zich om de United Nations Sustainable Development Goals mee te verwerkelijken.